Om een nieuwe beheerder toe te voegen aan je Google Mijn Bedrijf account, volg je deze handleiding. Ga naar google.com en typ Google My Business. Zodra je bent ingelogd, klik je op je bedrijf. Klik nu in de linkerzijbalk op Gebruikers en klik daarna op Een gebruiker toevoegen. Vul nu het Google mailadres in van het account met wie je dit bedrijf wilt delen. En selecteer de rol Eigenaar. Klik daarna op Bevestigen. De gebruiker ontvangt nu een mail om de uitnodiging te accepteren. In die mail kan de gebruiker de uitnodiging accepteren. Zodra die op de link klikt, wordt hem inderdaad gevraagd om het te bevestigen. Zodra de gebruiker de uitnodiging heeft bevestigd, is die eigenaar van het Google My Business bedrijf. Onder het kopje Gebruikers kun je de rol van de gebruiker altijd aanpassen. Zo kun je hem primaire eigenaar maken. Op dat moment is hij de eigenaar van dit Google My Bedrijf account. En dat is in een notendop hoe je een gebruiker of een beheerder toevoegt aan een Google My Bedrijf account. Nu jij nog. Succes!